In een onverwachte wending heeft de organisatie van het Eurovisie Songfestival aangekondigd dat de volgorde van de acts tijdens de finale onveranderd blijft, ondanks de disqualificatie van Joost Klein op de vijfde plek. Dit betekent dat er geen nummer te horen zal zijn op die positie in de finale. Na de tweede dressrehearsal, waarbij de complete show wordt gerepeteerd, heeft de jury al punten toegekend, ook aan Nederland. Echter, deze punten worden opnieuw berekend op een manier waarbij Nederland geen punten ontvangt. De EBU, de organisator van het evenement, heeft aangegeven dat dit betekent dat de landen onder Nederland opschuiven in de puntentelling. Bijvoorbeeld, als Nederland op de negende plek stond, zal het land dat oorspronkelijk op de tiende plek stond nu een plek hoger staan. Hoewel Nederland niet meer deelneemt aan de competitie, kunnen Nederlandse kijkers toch hun stem uitbrengen tijdens de finale. Bovendien wordt het oordeel van de Nederlandse jury nog steeds meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. Om ervoor te zorgen dat Nederland niet onbedoeld stemmen ontvangt, heeft de EBU alle telecommunicatiepartners geïnformeerd om de lijnen voor lied 5 te blokkeren. Daarnaast wordt het publiek gevraagd om niet op Joost Klein te stemmen. Stemmen die toch op hem worden uitgebracht, zullen niet meetellen, maar er zullen wel kosten aan verbonden zijn. Deze onverwachte ontwikkelingen hebben een unieke dynamiek toegevoegd aan de finale van het Eurovisie Songfestival en de spanning rondom de puntentelling is nog groter geworden. Met Nederland uitgesloten van de competitie. Blijft de vraag wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen, des te de intrigerender.